terugreis kon ik de verleiding niet weerstaan een lange omweg te maken. Omdat de bouw stond op de ingestorte zuidelijke muur na, leek het vrijwel onbeschadigd. Maar overal waren de gemengde en vernietigende werk van mensenhanden zich met het werk van de natuur. Alles wat in groen was van mos, was nog zwart van de rook van zoveel tientallen jaren terug. Was schatten bedolven omdat de aarde de tijden had overleefd. Ik begon ze te vergaren, alsof ik de bladeren van het boek weer bijeen moest voegen. Toen ontdekte ik in een verlegde niets meer over dan een soort gang langs de buitenweg, waarvan we overal op de lege uitkeek. Tegen een stuk muur vond ik nog een door vocht en insecten aangevreten, maar nog wonderbaarlijk rechtop staande boekenkast, die op de een of andere manier aan het vuur was ontsnapt. Er lagen al wat bladen in. Andere flarden vond ik toen beneden in het puin verder zocht. Het was een schamele oogst, maar ik besteedde er een gehele dag aan het vergaren ervan. Toch was één enkele keer een half blad gespaard geweest. Een humoristische muziekgeleerde definieerde de fuga eens als volgt. En de ene naar de andere toehoorder weggaat. Het tweede zou ik, uit achting voor de toehoorder, zeer betwijfelen. Tegelijkertijd heeft de fuga, een van de meest vrije en stoutmoedigste, in ieder geval een van de prachtigste en volmaakste vormen, niet alleen van de polyfone, maar kortweg van de gehele muzikale compositie. Maar ook vocale fugas en speciaal klaviervugas. Thank you.
installaties onverwoestbaar een ramp overleefd hebben. Een aardbeving of een termietenplaag. Ook al is het voor of na bewoond te zijn geweest in de steek gelaten, je kunt niet zeggen dat Armilla verlaten is. In de zon glinsteren de uitwaaierende waterstralen van de douches. De stromen uit de kranen, de fonteinen, de druppels, het schuim van de sponsen. Eraan gewend langs onderaardse waterkamers naar boven te komen, viel het hun gemakkelijk binnen te dringen in het nieuwe waterrijk. Dat hun invasie de mensen verjaagd heeft. Of het kan zijn dat Armilla door de mensen gebouwd is als geschenk om de nimfen gunstig te stemmen, beledigd door het gebruik van het water door de mens. Hoe dan ook, nu blijken ze tevreden, deze vrouwtjes. 'S morgens hoor je ze zingen, boven met ladders. Op aarde laten de bewoners zichzelf zien. Ze hebben daarboven reeds alles wat ze nodig hebben en komen liever niet naar beneden. Niet haar behagen dat ze haar zozeer respecteren dat ze elk contact ermee mijden, om er ooit genoeg van te krijgen. Thank you.
bedrogbeeld, dat was het wat men er in feite om aarde mee voorstelde. Deed alsof P heeft... Op P heeft mijn weg met het brede, zachte, uitgerolde tapijt voorgelegd. Enkel maar mijn ruimteschip te laten gaan. Ik hoef P maar te laten begaan. Ze weten het uiteindelijk best. Ik geloof in P. Ik heb het nu reeds zo ver geschopt dat ik dit ruimteschip zelfs niet meer moet helpen besturen. De pil was in die tijd nog niet in de handel. Gelukkige kinderen. Kinderen. Kinderspel was het. Toen kwam het op. Doopsuikers, anjers, zondagspak. Hier komt het tweede belangrijke punt in mijn leven. Teruggewind van vreugde. Eén traal rolde vrij over haar wang. Bladeren van het boek weer bijeen moest voegen. Toen ontdekte ik in evenwicht er niets meer over dan een soort gang langs de buitenlijn, waarvan Lara overal op de lege uitkeek. Tegen een stuk muur vond ik nog een door vocht en insecten aangevreten, maar nog wonderbaarlijk rechtop staande boekenkast, die op de een of andere manier aan het vuur was ontsnapt. Er lagen al wat bladen in. Andere flarden vond ik toen beneden in het puin verder zocht. Het was een schamele oogst, maar ik besteedde er een gehele dag aan het vergaren ervan. Toch was één enkele keer een half blad gespeld geweest. Op de terugreis kon ik de verleiding niet weerstaan in lange omweg te maken, omdat alles stond op de ingestorte zuidelijke muur na, leek ik vrijwel onbeschadigd. Maar overal waren de verminkte het vernietigende werk van mensenhanden zich met het werk van de natuur. Alles wat in groen was van mos, was nog zwart van de rook van zo'n tientallen jaren terug, was schatten bedolven omdat de aarde de tijden had overleefd. Ik begon ze te vergaren, alsof ik de